Na Parijs en New York brachten de leden van de Deutsche Filmstudio Verein nu een studiebezoek aan de Antwerpse cinemas. In de hal van Cinerex spraken vele van de Duitse gasten hun verbazing uit dat hier reeds het Japanse filmjuweel Ran van Akira Kurosawa te zien was, maanden voordat hij in Duitsland op de affiche zat staan. Antwerpse en Duitse beroepsmensen wisselden gedachten uit in verband met de exploitatie en promotie van filmzalen en films. De gasten werden dan uitgenodigd op een aantrekkelijke lunch die tot in de puntjes verzorgd werd door party en dinner service. Voorzitter Koeter bedankte de Antwerpse gastheer voor deze uitstekende ontvangst en dan werd het gezelschap uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de verschillende zalen van de Antwerpse kinemadiensten. Na het bezoek waren alle gasten vol lof over de inrichting, het comfort en de projectie in de Antwerpse kinemazalen.